Hallo, ik ben Maurice. Welkom bij NL Magazine. Dit is... Ria van Kleef. Leuk Ria dat je er bent. Je bent van Bell Is Your Life, toch? Bellisyourlife.nu. Goed om dat even erbij te zeggen, want als je zo meteen gaat opzoeken op internet, .nu, is wel handig om te weten. Precies. Ja. En je doet iets met lifestyle? Ja, ons bedrijf doet de marketing en promotion van lifestyle producten, zoals bijvoorbeeld nagellak. Oké, okay. Ja. Nou, dan ben je eigenlijk de ideale persoon voor het nieuwe jaar. Dan gaan we namelijk een nieuwe rubriek starten. Dat is NL Lifestyle. En ik denk dat jij de geschikte persoon voor bent om dat te gaan hosten. Het lijkt me heel leuk. Okay. 2017, we gaan ervoor. Perfect. Ja. Maar laten we het eerst hebben over dit product. Ja. Nagellak. Ja. Wat is daar zo bijzonder aan? Ja, ik heb dit meegenomen omdat het inderdaad heel bijzonder is. Het heet Zoya. En het komt uit Amerika. En ons bedrijf heeft de rechten sinds januari dit jaar voor dit product. En het bijzondere hiervan is dat het Big Ten Free is. Dat okay. Zegt jou natuurlijk helemaal niks. Helemaal niks, nee. Maar even in mannentermen, je kent de schilderziekte wel, hè? Ja, schilderziekte. Ja. En dat er bepaalde schadelijke stoffen in verf zitten. Nou, in dit soort spullen, zoals nagellak, zit heel vaak toluene, kamfer, formaldehyde, xylene. Nou, die verboden zijn in verf. Maar die zit in heel veel nagellak zit het nog, maar in deze dus niet. Oké, okay, maar wat kan dat dan doen bij een mens? Hormoon verstoren. En het is gebleken dat na 7 uren dat je het op hebt gedaan, dat je dan dat het dan traceerbaar in het lichaam is. Oké, nou, ik zeg je als. Ik heb het even voor de kijkers. Ik heb het even getest. Ik denk van, nou, laat ik het doen. Het is ook oranje. Het is onze huisstijlkleur. Maar ik loop dus geen risico. Je loopt geen risico. Blij om te horen. Ik had het eigenlijk van tevoren even moeten vragen, maar ja. Vertrouwen. Ja. Maar het is ook leuk om te vertellen, ze hebben ook een lipstick. Zo, je hebt een lipstick erbij. En die is parabeenvrij. Ja, dat zegt me ook niks. Dat zegt je niks. Maar in ieder geval, het komt erop neer dat vrouwen die lipstick dragen een halve kilo tot een kilo opeten. Ongemerkt komt het in je systeem. Oké, okay, maar voor de duidelijkheid, dat ga ik dus niet op mijn lippen doen. Ook al is het schadevrij, maar nee, dat gaat even te ver. Precies. Nou, Maria, mag ik jou bedanken voor deze duidelijke uitleg. Hopelijk zie ik jou volgend jaar. We zien elkaar in het nieuwe jaar, 2017. We gaan ervoor. En kijkers, u ook bedankt voor het kijken. En u ziet mij volgend jaar dit niet meer dragen. Ondanks dat het veilig is. Tot ziens. Tot ziens.